Sandra, het zoveelste boek, hoe voelt dat voor jou? Het blijft bijzonder. Hè. Mensen vragen mij soms van, went dat niet? Maar eigenlijk niet. En ik heb ook altijd zo het gevoel dat de lat steeds een beetje hoger ligt. Hè. Want ja, mensen verwachten best wel veel. Hè. Ze willen uiteraard weer nieuwe inspiratie. Maar ik heb zo toch het gevoel dat de eerste reacties al positief zijn. En het is ook extra speciaal omdat het mijn 10e boek is. En dat staat ongeveer gelijk aan zo'n 700 recepten, dus dat is toch al heel wat. Voor altijd die inspiratie te vinden, hoe doe je dat toch? Want ja, je gebruikt altijd andere kruiden, andere ingrediënten. Hoe vind je die? Ja, het is vooral ook door eigenlijk in de winkel of op een markt bijvoorbeeld te gaan rondkijken van oké, met welke groenten heb ik misschien nog niet zo vaak gewerkt of bepaalde combinaties. Er zijn zoveel kruiden, specerijen, specerijmixen. En ik moet ook eerlijk toegeven, ik krijg ook heel veel inspiratie van mijn dochters. Want zij zeggen ook vaak van, ja, mama, misschien moet je daar eens een gezond gerechtje van maken. Of mijn plusdochter bijvoorbeeld, die zelf ook een echte foodie geworden is, die mij een tip geeft van, oh, ik heb dat daar gegeten, kun jij daar niet eens een versie van maken? Dus ja, er is nog steeds inspiratie. Zijn er dingen waar je heel graag mee werkt om te koken? Natuurlijk, mijn basis ingrediënten zijn groenten. Ik vertrek altijd van de groenten uit. Maar dan ja, de smaak maken, de kruiden, de specerijen. Maar ik let er ook op dat die toegankelijk zijn, dat die makkelijk vindbaar zijn. Dat je die in de supermarkt bijvoorbeeld vindt. Maar ook olijfolie, een lekkere olijfolie, gebruik ik heel graag. Eigenlijk heel ja, eenvoudige, pure gerechten. Het begint altijd bij het product. Verse, lekkere producten en daar eenvoudige gerechten mee maken. Wat is nu jouw all-time favorite recept? Oh, dat vind ik een moeilijke, want er zijn er eigenlijk al een paar. En vaak hangt het ook af van het seizoen waarin dat we zitten. Ik ben bijvoorbeeld een hele grote fan van ovenschotels. En ik heb zowel een aantal favorieten. En ik merk bij ons thuis ook. Ik eet ook heel graag chocolade. Dus zo de dessertjes of de tussendoortjes met al net een beetje chocolade. Dus om er zo eentje uit te pikken, ja, ik vind dat een hele moeilijke. Ja. Ik weet nog, helemaal in het begin heb je de ham en kaas met wit, ja, de bloemkool eigenlijk. Hè. En je hebt jouw man dat toen volledig opgezadeld. Heb je nu nog zo'n recepten gehad? Nee, het viel wel mee, want die hesperolletjes heb ik inderdaad heel veel getest. En ik was dat al een beetje vergeten, maar ik weet dat Peter op een bepaald moment zei van, schat, nu even geen hesperolletjes meer. Maar het is zo wel ja, een beetje mijn succesgerecht geworden in de zin van, ik denk dat heel veel mensen dat gerecht al klaargemaakt hebben en ook steeds klaarmaken. Dus het was ook niet voor niks dat ik dat zoveel moeten proeven.